Vandaag gaan we het hebben over gamen. We gaan kijken of het goed of slecht is. Dit gaan we doen door mensen te interviewen. Ik vind gamen best wel leuk om te doen af en toe. Ik vind gamen zelf ook heel leuk, want ik doe zelf ook veel gamen. Ik doe het één keer in de maand of zo doe ik het wel eens met vrienden. Dat vind ik wel leuk. Ik hoop niet dat ze weer aan het gamen zijn. Vriendinnetjes. Ze zijn aan het gamen. Ja, nou en? Wij zijn de vriendinnetjes dus. Weet je wat? Gaan jullie maar even binnen kijken. Nou, ik denk dat gamen op zich wel goed is, want een heleboel mensen die ik ken, die vinden het wel echt leuk om te gamen. Dus. Kranten heeft auto's, schietspelletjes, dat soort spelletjes. Maar jullie gingen toch met ons mee? Ja. Kom maar staan, zet op pauze. Als het zo doorgaat, is het nu uit! Uit! Nog even en ik word het echt zat. Waarom? Jullie zijn hartstikke verslaafd. We zitten er pas 6 uur achter. Nog even, dan zitten we er 7 uur achter. Op zich, ik vind gamen zelf niet echt heel erg leuk, dus daarom doe ik het niet echt. Okay. Nou, als je heel veel gaat gamen, dus als je heel veel dicht bij het scherm gaat zitten, dan is het niet goed voor je ogen. Dus je moet altijd wel een beetje een afstand bewaren. Dat staat ook altijd bij de spelletjes. Nou, je wel een goede afstand bewaart, want je ogen gaan zich heel erg inspannen, omdat je heel geconcentreerd aan het kijken bent. En als je dat heel lang achter elkaar gaat doen en heel dicht op het scherm gaat zitten, wat ze dan zeggen, krijg je vierkante ogen. Nou, vierkante ogen is het niet, maar het is niet heel goed voor je ogen om heel dicht op het scherm te zitten. Dus zorg wel dat je altijd een beetje afstand. En gamet u zelf wel eens? Nou, eigenlijk niet echt of zo, want ik heb het gewoon best wel druk met school en sport en dingen doen met vrienden en zo.